Dag mensen, ooit heb ik nog Struun. En we zijn vandaag in een dorp waar een schat aan prachtige oude plekjes te zien is. We gaan aan de Struun in Gies. Dames, wat lopen jullie hier in alle eenzaamheid in Gies, in dit koude winterweer? Eenzaamheid, ja. Geweldig. Ja, hè? In Gies mooi winnen, hè? Ja, dat blijkt wel. Hij van eenzaamheid, heeft me altijd wel, hè? Ja, het is geweldig. We zijn aan Struun, ja. Er is niet zo heel veel volk bij het pad met de koude weer. Maar. Nee, ja, ze zijn allemaal bang voor de koude, maar wij vinden het geweldig. Wij wel, hè? Wij vinden het geweldig. Heel een wandeling maakt, dat moet je nog? Ja. Ja, we hebben al heel rond die dag. En kun je hier mooi wandelen in deze omgeving? Ja. En de bos in meer west? Nee, net niet. Net niet. Andere keer. Andere keer, ja. Nee. Routes. Vooral omgees, hè. Kwartier, half uur, uurtje. Maakt niet uit. Doe je dat vaker zo met je benen? Ja. Ja, ik ben vaste wandelmaatjes. En vaste wandelmaatjes. Ja. En dan van alles en nog wat bespreken onderweg. Ja. Ja, diepe gesprek. Zo. Ja. Ja, nou, dames, nog veel plezier vanmiddag. Ja, dank en zie dat je binnen warm is. Ja, hoi. Wat een mooie trekker, joh. Ja, mooi, hè? Ja, geweldig. Wat doe je ervan? Net zo oud als ik ben. Is dat zo? Ja. Al zo oud? Ja, al zo oud, ja. Wat doe je met dat ding? Je bent nog geen boer? Nee, een beetje rondrijden. Zomaar weer niet? Ja, een beetje zomer, een beetje rondrijden. Leuk. Ik denk, je wilt misschien nog wel wat werk of zo hebben. Nee, ik ga hem in de stalling zetten weer. Dus we hadden hem van de week gebruikt. Dus maar ik wil hem nou weer in mijn stalling zetten. Dus, Ga je vogels maken? Ik heb al vogels gemaakt. Ja, van een kramsvogel, die komt weer nog voor die soorten hier. Ja. Ben je een vogelliefhebber? Ja. Ik heb het over de 100 soorten, misschien wel 150 soorten op een dvd's dan. En wat is nog het meest bijzondere wat je zien hebt hier? Nou, het meest bijzondere hier in de buurt is gewoon een tuinvogel, maar hij maar valt in gewoon een soort. Er heeft veel mooier dingen zitten, hè. Ja. En kun je daar nog iets hard wel ophalen hier, denk ik? Dat kan ik ook wel. Ik woon 45 jaar en... Met geluk hoor, met persoon. Ja, hartstikke mooi. Een heel mooi stuk natuur bijkomen, hè, van een paar jaar. Ja, nou, daar loop ik ook vaak, joh. Maar bent er ook andere vogels om? Ja, de zwarte ooievaar zit er in de zomerdag. De zwarte ooievaar? De zomerdag, ja. Ah, jong. Ja, en de ibis, kom ook voor. Hier zo? Ja, de zwarte ibis, hier mag ik hem zien. Ik meen dat je van Afrika moet. Nee, jongen, en lauwe zo, lauwe meer komt ook voor, hè. Oké. Dat hoor ik vaak een keer, hè. En zo hebben we van alles wat aan doen. En dan heb je de zilverreger, die is de laatste jaren oorlog ook komen. Die komt wel meer, hè? Ja. Een jaar of 8, 9 geleden toen waren het nog niet, dus... Dan is dit weer niet zo best voor zilverregers. Nee, want gewoon regen is ook niet zo aardig, hè. Nee. Ja. Zilverregen die hoort normaal naar Afrika gewoon, maar ja, dat is niet, joh. Hoe komt het dan als je hier allemaal bent? Ja, dat is een goede vraag. Ja. Kan ik geen antwoord op. Weet je ook niet? Nee, dat weet ik zo niet, joh. Nee. Hoe je het werk? Ik ben al niet. Je bent er ook niet mee. Ja, zeker. Waar heb je man met de kolen weer? Ik heb een bungalowpark hier achter. Dan ben ik allemaal gasten ontvangen en zo. Dus, zit er nog wel gasten? Ja, maar, zeker. En er is er allemaal niet bevroren? Nee, dat valt met. Goed verwarmd allemaal. Okay. Ja, dat is geen probleem. Maar hey, gewoon vakantiegasten of weet je daarnaast wat zit? Onder andere werknemers, buitenlandse werknemers. Oké. Ja, dikke 100 man ongeveer. Zoveel nog daar? Komt maar ook 40 bij, die moet in Koka aan het werk. Met een namlocatie, dat wordt weer uitgebreid. En dan komen ze hier naartoe. Dan moet je zo naar de kachel branden en zo. Dat denk ik wel, ja. Komt allemaal goed. Heeft het er ook, hè? Ja. 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 Mooi werk. Ja, ik doe al 40 jaar ongeveer. Dus. Ach, hier, ja. Mooi. Wel in de ijsbaan, Struun. Nee, we willen nog even een ijsbaan zo. Oh, mooi dat ik hier ben, hoor. En je ook dan? Ja, nou. Als voorzitter moet je af en toe wel eens winnen, hoor. Ben je voorzitter? Ja, ik ben voorzitter. Ja, zeker. Goh. Ja, geweldig, hè. Dan tref je van wel eens nog. Dat is mooi, hoor. Ja. Ben je zelf ook een spotter, of niet? Ja,
passief, maar ja, af en toe op de mountainbike, hè. Ja, maar niet op schulf. Nee, op schulf. Nee, je moet toezicht houden en zo. Ja, en ik kan maar wat dref je dan om voorzitter van zo'n club te worden? Samenhorigheid van het dorp. Kijk. Ja. Ik vind het meest sociale plek van Hielgries en dat vind ik mooi. De Isbaar. Ja, de Isbaar. Ja. Ja, waar de mensen allemaal bij elkaar komen en gezellig hebt. En dat ze ja, er lekker uit kunnen zo. Ben je aan het geur van West, jongens? Ja. En Isbaan, was het mooi is? Ja. Ja? We zijn al naar twee geweest. Twee al? Maar de Pandijk was zelf niet zo heel mooi, vond ik. Van hier wat? Ja. Heeft ze het Isbaan nog weer mooier gemaakt? Ja, want laatst was het sneeuw en toen waren er heel veel wakker. Maar volgens mij is het nu wel weer open. Oh ja. Dus. En wel van jullie twee kan het snelste? Lin, denk ik. Lin? Ja. Jij bent echt zo'n heel klein, snel scheuvelopper hier niet. Een sprinter? Ja, zoiets. Je bent weer van de lange afstand. Ja. En ik, maar ik heb... Waar is schuil gedaan? Ja, mijn vader is weg en die heeft ze nog in de auto liggen. Oh, dus dan moeten we op wachten. Ik vind het altijd lachen om met deze dingen te rijden. Ja, dat is wel grappig. Maar je hebt nog niet een of andere oude vrouw afgejaagd of zo? Nee. Dat die ergens binnen zit. Een oma die wacht van de... Nee. Op... Nee, hè? Nee. Nou, nog een keer, hè? Rollator Ruud. Even één keer rond, hè? Kijk maar wie het eerste weer is. Klaar? Ja, klaar! En door, hard zei jongens, er is er al een kapgroep, ja. Het ging met barstensgeweldige bochten. Er is een kaploper in de hart. En daar is de winnaar! Zo! Gefeliciteerd! Dankjewel! Je bent de snelste van hier, Liesba. Dankjewel! Ja. Is de ijsmeester er ook? Ja! Ben jij de ijsmeester? Ja, de zesde man! En onze ijsmeester die stiet. Ik meen dat je dat zelf moet doen, maar je had het een pak, ja. Dat was gewoon een pak. Dat was wel gemakkelijk, hè? Ja, dat is ook zo. En een gasstelletje of zo? Weet je een daar? Klein gasstelletje, dat maakt het meteen maar warm. Nou, en als het warm is, dan kan het gebruikt worden, maar soms doe ik het ook alleen als er geen mensen met de in een pot dat warm blijft. Gaat er nog een paar pakken deur vandaag? Nou, er is nou twee van die vriendjes vol en die waren zo in de middag deur, dus dat loopt goed. Dat is mooi, hè? Ja, ja. Hartstikke mooi waar. Oh, is dat er wel mooi bij met de baan? De baan ligt hartstikke mooi bij. Ja. Dat, maar we hebben gisteren nog helemaal geprepareerd, wat water overgespuit weer en nu is het hartstikke mooi. Dit was weer Struun van Oeten Winterschies. Een prachtig plaatje hier. En of dat op de dag van uitzending nog zo is, ja, dat weten we niet. Andere week vrijdag gaan we weer mee aan de Struun in een ander Dresdorp. Tot dan!